Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat hij op YouTube staat. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben hier samen met Myron. Niks. En dan ben ik samen met Myron. Zo van, ja, ik weet het niet. Raar. Wat? Ja, ik ben net wakker. Wat is er raar? Ja, je bent altijd hier samen met mij. Ja, dat is waar. Dat bedoelde ik. Zo van, ik ben vandaag ineens samen met Myron. Nee, die kietelen. Kijk uit. Oh, nee. Gewoon op je arm liggen. Die kan je niet meer. Ze ligt op mijn arm. Lekker kietelen. Strontjong. Oh, strontjong? Ja, hoe noem je mij? Strontjong. Oh, hoe noem je mij? Strontjong. Klaar, ik ben moe. Ben je moe? Nee, ik heb mijn sportoutfit al aan. Daar kan je echt niet tegen. Nee, je moet niet wijzen naar mijn voeten. Niet doen. En het oh. Ik denk dat er een plank gebroken is. Dat denk ik ook. Oké, cool. We gaan de rest even wakker maken. Want we hebben een heel erg leuk idee. We gaan namelijk ochtend yoga doen. Namaste. Oké, let's go. FBI, open de deur! You're arrested! You are arrested! By this you are arrested! Come with us! You are arrested, maatje. You are a big Benny. You have to do yoga with us. Yes, yoga right now. Yes, going on. Yes? Yes. Oké. Hey, Benny. Hey, ik hoor hier dat ook iemand wakker is. Ja, dat is een gek, hè. Yo, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja, man. Hoi. Oh. Wat zei je? Wat gebeurde daar? Wat gebeurde daar? Myron trapte de deur open van Thijs. Zo. FBI! FBI, open de deur! Even alle rolgordijnen omhoog. Hoppakaas. Kun je ook mee, Damien? Waarmee? Namaste. Jongen, ik ben zo stijf als een plank. Zo stijf als een plank. Hé, maar Justin Bieber brengt dat helemaal terug, hè? Planken. Oh ja, klopt. Dus misschien kan jij dan planken. Oké, laten we even kijken ook naar de tafel. Zo. Hij is wel wat helderder geworden. Wat een woord is dat, hè? Wat een woord. Helderder. Dat is het wel eventjes geworden. Zoals jullie zien. 1 camera, GoPro'tje. 2 vlogcamera, GoPro'tje. 3e vlogcamera, GoPro'tje. 4e, 5e, 6e vlogcamera. Deze zit er helemaal ondergegoten, zowat. Binnen. Ben planken. Ik verzuurde zo erg. Ik stond al een minuut. Oké, goed. We gaan in ieder geval even ochtend yoga doen. En ja, ben benieuwd. Wat vind je ervan? Hiervan? Ja. Twijfel een beetje. Ja, ik ook. Maar goed, we moeten maar zien. Justin die komt over 2 dagen terug en dan gaat hij de tafel afmaken. Wat er nog aan moet gebeuren is het volgende. Dit moet nog opgevuld worden, dit laatste randje. Dan worden al deze spleten worden gevuld met dit rode. En dan komt er ook nog een doorzichtige epoxylaag over de hele tafel. Dan is die af. Maar door de epoxy is de tafel een beetje doorgezakt. Dus de tafel staat niet meer helemaal recht, maar die staat een beetje zo ingezakt. Dus daarom staat hier de stofzuiger van Teletubbies met 2 flessen, zodat het een beetje de gewicht tegenhoudt. Dus er moet eerst een nieuwe constructie ondergebouwd worden voordat de tafel recht is. En dan pas kan de epoxy erop. Dus het is best wel een gedoetje geweest allemaal. Het is best wel een project. Het ging ook niet allemaal even vlekloos. Dus we moeten maar even kijken wat het uiteindelijk wordt van deze tafel. Maar goed, dat kunnen we pas echt bepalen als het helemaal klaar is. Dus dat wordt vervolgd. Maar voor nu staat het er gewoon eventjes zo bij met alle troep. Oké, Myron is al plaats aan het maken. Hartstikke goed. Laten we deze even wegtillen. En dan hebben we alle ruimte. Oh, dat is niet normaal, hè? Hij is echt zwaar.
Deze is zo ongelooflijk zwaar. Holy moly. Oh, dat is echt bizar. Oei, oei, oei. Hier moet je kijken. Er staat gewoon helemaal, die tafel staat erin. Oké. Hey, maatje. Wow, weet je hoe gruwelijk dat voelde? Yoga tijd. Dat ik zo, FBI, open op. Ja, ik moet zeggen, ik was wakker, maar ik was net zo voor de tweede keer wakker werd. Zo, die deuren en zo. Twee mensen rennend om mijn bed. Oké, okay, cool. Ik doe even kort boekje aan en dan, let's go. Dit doet ze vaker, hè. Dat Mario in één keer gaat plassen in een fles in de keuken. Heel vreemd. Dat is zo raar. Mario, kan je dat niet ergens anders doen? Echt zo vies. Plassen in de oh, je bent niet aan het plassen. Nee. Oké, okay, dit is dus een nieuw dingetje. Dit heeft Marwen bedacht. Dit is 1,9 liter. Ja. Wat een rare verhouding eigenlijk voor een fles. Dus ja. Waarom dan niet 2? Maar oké. Okay. Hij gaat nu helemaal vol. Normaal redt hij het niet. Ja, dit is echt super koud water. Meteen straight van de koelkast. En dit is dus 1,9 liter. En het schijnt dus zo te zijn dat... Hoeveel was het ook weer? Dat een mens, een persoon, 2 liter per dag moet drinken? Ja. Water. Oké, niet per se water, maar 2 liter vocht moet je naar binnen krijgen. Dus nu hebben Thijs, ik en Myron alle drie zo'n 1,9 liter bidon. En dan is het de bedoeling dat we die opdrinken. Gewoon, ja, daar kunnen we de hele dag over doen. Ook al merk ik wel dat water, 1,9 liter, vind ik wel een beetje lastig. Ik drink dan vaak nog even limonade of een beetje chocomel of yogi of dat soort dingen. Maar dat is ook vocht, weet je? Dus maar ja, het gaat erom dat we die in ieder geval wel een beetje zo goed als leeg krijgen. Dus ja. Oh, leeg. Dat is wel een uitdaging, kan ik jullie vertellen. En ik weet zeker dat er nu mensen kijken die te weinig drinken. Maar dat is wel echt belangrijk. Je moet sowieso genoeg drinken. Thijs had gisteren bijna 2 leeg gedronken. Ja, dat was absurd. Thijs had gisteren bijna 2 leeg gedronken. Dat slaat nergens op. Oké, we gaan yoga doen. Super veel zin in. Myron die is de yogalerares en zij gaat ons de oefeningen laten zien. En dan gaan wij daarna doen. Hij denkt weer dat zondag is neten. Weet je wat er net gebeurde, dames en heren? Ik werd wakker en ik maakte een Insta-story van... Yo mensen, vanavond livestreamen van 6 tot half 11. Wordt supergezellig. Zorg dat je erbij bent. En toen in één keer had ik dat online gezet. En toen kregen allemaal DM's van mensen van... Enzo, wat doe je? Het is zaterdag. Het is helemaal geen zondag. Huh, je streamt toch elke zondag? En ik echt zo... Nee! Goedemorgen, dames en heren. Die snor van mij is echt niet normaal meer. Maar zijn jullie er weer bij vanavond om 6 uur op Twitch? Wordt weer leuk. Oh my god, het is zaterdag. Wow, ik dacht dat het zondag was. What the fuck? Oh my god. Wow. Oh my god, het is zaterdag. Wow. Oh, nee. Het is gewoon zaterdag. Dus het is vandaag zaterdag. Ja, goed. Gaan we daar maar mee doen, maar ik ben helemaal in de war. Kunnen jullie je nog herinneren, dames en heren, dat ik gewoon hier, op dit stuk tapijt, een backflip challenge deed met, wie was het ook weer? Mees? Lars? Mees en Lars. Ja, dat was een week hier gewoon een backflip challenge. En ik heb al zo lang geen backflip meer gedaan. En ik denk ook niet meer dat ik het durf op dit moment. Ook met mijn nek en zo. Maar ik wil dat heel graag wel weer een beetje oppakken. Langzaam de handen. Nu ook weer lekker aan het sporten. Ben 2 keer in de week. Maar echt bizar. Deden we hier gewoon een backflip. En volgens mij had Mees iets van 58 backflips gedaan of zo. Achter jij elkaar. Ook eens van 10 of zo. Ja, nee, meer. Ik had ook echt heel veel. Maar goed, we gaan yoga doen. Dit heet Rise and Flow. Dat is voor als je net wakker bent. Veel te veel, vind ik. Goed, ik neem het wel even van die mevrouw over. Adem alles maar uit. En laat alle frustratie van die vrouw van net helemaal uit je hoofd. Focus op je ademhaling en scan je lichaam van top naar teen. Kom helemaal tot rust. Hey, maatje. Eentje maken.
dit is echt geen beginner shit. Dus echt wel, dit is beginner joh. Zij ligt dubbel gevouwen daar zo wat. Ja. Sowieso een rib of zo weggehaald. Zij heeft sowieso een rib weggehaald. Zo gewoon breken en ze zo. Oh joh, hij schopt mijn nek. Oh joh. Oh, mijn nek, mooi joh. Oh hier, we moeten nu rechtop staan. Oh. Dat is wel makkelijk. Dat is wel makkelijk. Wil je niet meer? Ja, deze vond ik niet echt goed hoor. Ik deed helemaal gekke shit en zo. Kunnen jullie zeg maar zo staan en dan zo? Nee. Ja, dat hebben we al 35 keer. Ja, ja, Thijs kan dat echt goed hè? Nee, ik totaal niet. Kijk, gewoon niet aan mijn hand of zo. Oh, jij komt er net niet bij. Ik ook niet hoor. Als ik zo doe, kom ik ook niet bij. Maar als ik dan een keer doorzet. Zo wel. Oh. Dan wil je helemaal stinken. Dus soms wil je zo kijken. Oh. Omhoog. Inademen en naar beneden uitademen. Hij raakt je dak. Echt? Ja, ik zit. Hoe raakt het plafond gewoon? Oei joh. Hoe groot ben jij, Damien? 1,98. 1 been en die andere zit je zo in je bovenbeen. Hier ben ik wel goed in trouwens. Zie je dat? Ik vind het alleen zeer doen. Waar? En volgens mij. Oei joh, je kan het echt goed. Oh, je moet je handen ook zo houden. Ik heb echt geen balans voor mijn kar. Nee? Daar maar stil. Handen omhoog. Oh, dat is alleen als je echt naar een ander level wil brengen. En dat doen wij. Ik doe het allemaal nu dus. Ik leuk gewoon om mij zo. Ja, dan gaan we weer naar beneden en dan gaan we nog eens terug. Doet het bij jullie niet zeer aan je bovenbeen? Ja, aan de binnenkant. Ja. En nu de andere rechts, ik vind rechts moeilijk om op te staan. Ik kan allebei niet. Stond jij net niet op één been thuis? Jawel, maar hij had het bewegend zo, net zo evenwicht zo. Ik heb dat nu, maar ik ben rechts. Ja. Kleurtje. Mijn voet glijdt langzaam. Wat is jouw techniek? Kijk, jullie doen allemaal zo, maar ik doe hem zo. Dat is ook een goeie. Oh, dan blijft hij wel lekker zitten. Ja. Dan ben ik ook nog steeds aan het balanceren. Ja. Wat gaan we nu doen, de yoga leerres? Voeten een beetje wijd. En dan ga je naar beneden. En dan ga je zo zitten. Kabouterhouding. En dan doe je nu zo met je handen, zeg maar, je knieën naar buiten. Je liefde, jongen. Ja. Oh, ja, dus ik. Hey, we hebben één afvallen. Oh my god. Hier ben jij wel lenig in. Ja, hier ben ik wel lenig in. En we kunnen weer omhoog. Oh, dat was echt lekker hier zo. Ja, hey. Lekker bij Lisa. Niet normaal. Nou, dan moeten we weer lang maken. En als je naar beneden gaat en uitademt, ga je. En vasthouden. En nu in plankhouding gaan staan. We doen maar. Dan ga je uitademen naar beneden. Sommige dingen zijn best wel pijnlijk inderdaad. Ja, maar dat hoort
hoort er wel een beetje bij, want je moet met rekken moet je een beetje door die pijn heen. Echt? En moet je op je ademhaling denken en dan elke keer een beetje dieper zakken. Oké, rechtop zitten, handen in je rug. Kan je nu je hakken aanpakken? Dat is wel chill, dat je gewoon naar achter kan duwen dan.
Ja, dat is wel zwaar hoor. Future. Niet alleen aan mijn buik hoor, ook aan mijn armen wel. Dat is wel echt super leuk hoor. Deze moeten we vaker doen. Ja, is goed. Dan uiteindelijk kunnen we het super goed. Oh ja, inderdaad. Dan gewoon beast mode. Ja, dat is wel echt nice. Ja, ik vond het sowieso wel lekker hoor, dames en heren. Om eventjes zo in de ochtend. Of nou ja, het is 2:30 in de middag. We hebben echt extreem uitgeslapen. Maar om in ieder geval even, als je net wakker bent, gewoon even te bewegen. Je merkt het, je bent best wel buiten adem. We gaan even wat eten, denk ik. Ik bedoel, het is 2:30. We hebben nog niks gegeten. We hebben gewoon meteen dit gedaan. Dus we gaan even wat lekkers eten. Oh, goeie. Deze is van jou. Zal ik hem opdraaien? Ja, lekker. Hoppakee. Weet je wat ik dus doe? Wat echt een goede tip is, denk ik, voor de mensen thuis die geen water drinken. Want ik ben ook iemand die eigenlijk niet graag water drinkt. Pak me vast. Dankjewel. Dat je jezelf een soort van doel stelt op het moment dat je begint met water drinken. Dus ik doe altijd, oké, ik ga nu 10 slokken. En dan neem ik 10 slokken. Dat is dan een soort van het doel. Als je dat elke keer doet, dan heb je eigenlijk niet door dat je water aan het drinken bent. Omdat je gewoon een soort van challenge met jezelf. Nee, je maakt er een soort wedstrijdje van. Ja, gewoon elke keer 10 slokken zet je hem weer weg. Als je hem nou weer ziet staan, dan denk je, oh, weer 10 slokken. En dan ben je gewoon lekker aan het drinken. Want ik had hem gisteren helemaal leeg. Ja, dat is echt knap. En ook nog koffie gehad en later ook nog wiki. Dus ik heb echt meer dan 2 liter vocht gehad. Ja, dat is echt knap. Dat is echt het doel. Het matcht wel goed bij je haar, moet ik zeggen. Ja. Oké, 10 slokken. Nou, 10 grote slokken. Kijk hoe weinig er weg is. Ja, bizar hè? Dat is toch niet normaal? Waar echt 10 grote slokken. Je hoort echt... Maar ja, als je dit dus iets van 10 keer op een dag doet, dan heb je hem ongeveer leeg. Ja, ongeveer. Ja, dat is wel waar. Ja, dus dan is het ineens niet meer zoveel. Zo. Ja, kan je ook gewoon gewicht gebruiken. Dat is 2 kilo als je hem vult, ongeveer. 1,9. Oh, ja. Nee, ik denk wel 2 kilo, want die fles is natuurlijk ook gewicht. Ja, tuurlijk. En doe je 1,9 erin, ben je bij 2 kilo. Ja. Wow, wat sick. Deze zo? Ja. Wow, joh. Dit is echt goede handvat ook. Ja? Goede houvast, ja. Ja, maar we hebben ook gewichten van 2 kilo. Ah ja, dat is waar. Maar hey, dit is wel leuk. Als, als je dan gaat sporten, buiten bijvoorbeeld, en neemt die fles mee, heb je ook meteen 2 kilo bij je. Dat is wel geniaal. Dit is echt nice. Of zo. Wat een zwart. Dat is nice. Wel echt zwaar. Ah, dat is wel goed hoor. Je hand zit vast. Oh. Nou, ga je het vandaag halen, denk je, de fles? Ja, ik ga het vandaag halen. Even kijken, welke was voor mij deze? Ja, er waar niks op staat. Ik had de M erop gezet, maar die is alweer bijna weg. Oké, deze is van mij. Ik ga ervoor zorgen dat die op is. Top. En ik heb super veel zin in een fruit. Een fruit? Echt leuk dat ik dit ooit mezelf heb aangeleerd. Ja, je kan het ook echt goed. Ja, dankjewel, schatje. Ik vind dit ook leuk dat ik die heb geleerd. Ja. Dus dat je dan met één hand, zeg maar, dit doet met één hand en dan gewoon zo begint. En je coördinatie moet er ook wel echt goed voor zijn, moet ik zeggen. Ja, maar dat leer je wel. Jij bent sowieso uitblinker in alle sporten. Je kan goed dingen vangen, ook met je mond. Luister, ik zeg, er zijn sommige mensen die gewoon niet echt balgevoel hebben. Ja, met je mond. Okay. Die mandarijn kan je niet meer eten straks, hè? Hoezo niet? Omdat hij helemaal beurs is. Maar hij mag voor mij eten. Ja, dat voel je ook gewoon. Hij is helemaal zacht. Oh ja, hij is heel zacht. Ja. Wat is dit? Een spel. Een pel, hè? Ja. Oké, gaan we even wat vitamines eten. Nog even een lekker appeltje erbij. En dan gaan we met z'n vieren eventjes een rondje lopen. Even een ommetje maken. En dan gaan we dan eventjes een lekker ontbijtje halen in het dorp. Wees loyaal, koop lokaal. Oké, dan zijn we buiten. Heb ik natuurlijk even iets meegenomen om te doen. Frisbee. Ik heb Hans meegenomen. Papa, Hans. Hansje. Rennen, maatje. Hansje, pansje, kevertje. In het water. Pak hem. Oei, is de telefoon. Oh my god, hij zit geen eens door. Jawel, hij had het wel door. Nee. Telefoon. Zie je, hij had het geen eens door. Ik was nog aan het rennen en toen was ik mijn rits aan het dicht doen. Oh. Oh, mijn rits is ook serieus dicht. Wow. Mijn rits is dicht. Dan viel hij eruit en ritste hij hem toen dicht. Oké, go far. Niet tegen mijn hoofd. Wauw. Hey, deze wijk af, man. Kom maar, laat mij maar. Go far. Ik gooi wel naar jou. Oh, bijna. Hij was wel goed gegooid. Ja, hij was goed. Je moest even sprinten. Tegen... Oh. Hey! Oh, joh. Oei! Oh, joh. Waarom heb je handschoenen aan? Dat is jouw bescherming.
Waarom wijkt mijne zo naar Ja, links? Omdat je hem omhoog gooit en dan gaat hij uiteindelijk weer zo terug. Als je hoog gooit, kan je het zelf wow. Hans! Hans! Hey, verder! Veel verder! Ja! Lekker bro! Nee, verder! Verder! Hey, mijn worp was wel goed, maar hij was iets te hard, hè? Zag je die van mij onder de boom heen? Ja, die was ook knap. Dat was echt sick. Kijk, dan vang ik hem zelf weer op. Oh, nee! Oh, ja. Geluk! Yes! Als hij in die boom was gebleven. Als we hem kwijtraken, hebben we echt serieus probleem. Ga jij eens rennen, Damien? Hey, ren dan! Nou, ik vind het jammer dat hij niet rent. Maar ja. Ga jij eens rennen dan? Ga diep dan daar. Nee, ik weet niet. Door dat ding heen. Door die bomen. Oké, daar komt Hans. Komt Hans. Oh, bijna! Hij was super scheef voor mij. Ja, laat Thijs eens rennen dan. Camera, oei! Oké, Thijs, diep! Diep! Kom, pak hem! Hij trapt er ook nog tegenaan. Hij had hem net niet, maar dat komt omdat Demi hem een tikje gaf. Kom maar, maatje. Mooi, joh! Jij kan ook goed, hè? Komt-ie. Oei, joh. Ja, gaat hij heel raar. Komt-ie. Ja, hij zijn gewoon rechtdoor als ik heb. Ik denk er wel even. Nee. Wie zal ik hem eens achterwaarts vangen? Doe maar. Kom maar, Thijs. Oh! Oh! Scheiße. Oh, lekker! Oei, joh! Zo, als je die kan gooien, die stuk. Om de boom. Ja, die vraag ga ik nog af. Nee. Ik land gewoon in de sloot. Nee, als het dieper, je kon nu staan, als het dieper was geweest, dan was je gewoon helemaal erin. Ja. Oei, joh. Oh mijn god, dit is zo vies. Helemaal soppig hier zo, allemaal blaadjes. Wat gebeurde daar? Ik was helemaal blind voor die frisbee. Ja, ja. Ik dacht, ik moet Hans vangen. Daar was helemaal door. Wow, ik had er echt niet door. Ik wil het zo graag terugzien. Oké, daar loop ik dus met een met echt een hele soppige been. Ik ben gewoon helemaal voelen tot hier. Helemaal tot hier ben ik nat. Dus het is niet super diep, maar toch wel kniediep. Het kan ook alleen mij overkomen weer. Jongen. Wat een dag, hè. Het is ongelooflijk. Misschien gaat er nog wel meer geks gebeuren. Omdat eerst dacht ik dat het zondag was. En nu gewoon dit. Wauw. Ik pak de auto wel, ja? Ja. Geen probleem. Kom eraan. En snel een schone broek. Ja. Oei. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? We hebben een klein beetje een soort van haast. Het is 3:55 en om 3:00 komt hier iemand eventjes langs. Dus dan moeten we weer terug zijn. Dus om nu nog naar boven te gaan, om te kleden, dan naar het dorp eten te halen en weer terug, redden we niet. Dus moet ik even een beetje, ja, een soort van tijd inhalen. Dus ik dacht gewoon, ja, weet je wat? Aangezien we nu toch met de auto gaan, ik heb helemaal geen zin om een schone broek te halen. En ik zit toch in de auto, dus ik doe gewoon wel mijn broek uit en dan ga ik gewoon wel met mijn onderbroek. Oh, hij is echt helemaal kledder. Oh, gadverdamme. Check dit. Ik weet niet wat er allemaal in die sloot zit, maar oh, het is echt super vies. Dit laat ik hier wel even
Zo. Oké, ik ben heel erg benieuwd dat als ik nu naar buiten rijd, wanneer ze doorgaan hebben dat ik hier in mijn onderbroek zit. Op zich zou je zeggen dat het wel aardig opvalt. Dus ja, oké, we rijden naar buiten. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Yo. Nee. Yo. Nee. Goed. Wat is het? Kijk dan. Nee. Je zit in zijn onderbroek. Nee, we hebben geen tijd te verliezen. Oké, we moeten gewoon meteen go. Heb je wel schoenen aan? Nee, ik heb één sok nog aan. Die was nog droog. Ja, efficiënt. Ik vind het mooi. Ik heb alles achtergelaten. Ook de frisbee. Nee, die heb ik hier. Thuis. Die heeft thuis. Hans is hier. Hans is hier. Hans is safe. Ja, ik heb wel Hans gered, hè? Ja, laat het even zo. Nog duidelijk zijn. Nee, je had Hans al en toen struikelde je een soort van en toen viel je erin. Het was Hans of Enzo? Je was onbalans. Hadden we nog zo yoga gedaan vanochtend voor die balans. Ja. Heeft niet geholpen dus, blijkbaar. Nee. Hi! Mag ik een foto maken met je? Ja, tuurlijk. Hey, nice. Nice. Zit ik hier in mijn onderbroek. Oké. Gaan jullie een selfie maken? Ja. Nice. Kijk. Hey, alsjeblieft. Doei doeg. Hey, fijn weekend. Wauw, je ziet me ook echt super awkward zo met mijn been omhoog zitten. Wauw. Oké, goed. In ieder geval, Myron en Thijs zijn even lekker broodje aan het halen. En ja, wij wachten maar even in de auto. Ik dacht toch niet dat ik een broodje ging halen in mijn onderbroek. Het is echt knijterskoud namelijk. Echt knijterskoud. Nou, daar gaan we, dames en heren. Voor broodje kroket als ontbijt. Besef, het is gewoon allemaal ons ontbijt. Het is nu 3:05. Hier ook een lekker broodje. Carpaccio-tje. Hoppakee. Nou, eet smakelijk en goedemorgen. Ja, Thijs is ook alweer bezig met zijn kannetje. Hij moet leeg, hè. Kom op. Yo, moet ik naar buiten komen of kom je naar binnen? Oké. Als je nu naar rechts kijkt, daar staat Enzo zijn computerkamer waar hij op aan het streamen is. Dan gaan we hier aan naar links en als je nu ligt doorloopt. Dan komt iemand aan. Wie zou dat kunnen zijn? Even voelen. Ik denk dat het Myron is. Ik ben het. Welkom in het fort. Yo, Robert! Van familie Knol. Hey! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Hey, ben hier met mijn maatje Sam en maken een lol. Hey, waar is het maatje thuis? Hey, kijk wat ik voor jou heb. Ah, thanks man, gruwelijk. En ja, is ook een beetje voor jou. Thijs is er ook. Hey. Nice. Thijs er ja, ook, Thijs is er ook. Oh, ja. Die ben ik. Ja, hallo. Thijs. Hey. Aangenaam. De Benny is hier. De Benny is er. Benny. Wil je mij verrassen? Ja, want we hebben het er al over gehad, zelfs tot 2 keer toe al. Maar ik wil jou op piano komen stemmen. Ja? Meen je? Nou, nice. Daar kan wel even wat stemming gebruiken volgens mij. Ja, ik ben benieuwd. Nou, ja. Om hem in de stemming te brengen, dan gaat hij daarna ook een liedje spelen. Yes. Juist. Lekker hoor. Nou, is goed. Ik ben helemaal blij. Zit er goed in, hè? Ja, toch? Ja, super man, Robert. Echt super. Ja, want mijn piano die is blijkbaar niet goed afgestemd. Die is, ik weet niet of je kan zeggen dat die vals is, maar hij is in ieder geval niet helemaal oké. Maar ik zal even meenemen. Even kijken, iets snijden. Ik vond het zo leuk dat je had gereageerd op dat berichtje. Hadden jullie het gehoord dat ik Billy Eilish speelde nog? Nee, eerlijk gezegd niet. Dan moeten we even terugkijken dan. Hier, even kijken hoor. Hij is volgens mij terug. Ik denk dat het de ene laatste of de laatste. Oké, hier voor je is nu een tafel. En dan hier zo is de piano. Kijk eens. Dan is het goed. Mijn maatjes en we maken lol. Nice. Ja, dit is mijn Yamaha MT-10. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die zo meteen gaat zelfs, klinken. Je weet zelfs het type uit je hoofd. Ja, het type Yamaha MT-10. Dik model. Is hij goed of niet? Ja, we hebben nog niet goed gestemd, maar dat is verder gewoon een mooie piano toch? Maar om hem te stemmen moeten we die bovenkant moeten we dan toch loshalen? Ja, dat ik vertel wel... Oké, dan doe je jas uit. Ja, tuurlijk. Ja, doe je jas uit. Dan zal ik ook even alle spullen van de piano afhalen. Ja. Dat is ook wel handig, denk ik. Kijk, nu kan die open. Leuk om jullie weer te zien. Ja, ingelijks. Ja. Superleuk dat je een keertje bij me thuis bent. Ja. Wow. Ja, hij blijft staan. Mooi. Ja, misschien moet ik iets. Hij blijft staan. Hebben jullie de binnenkant wel eens gezien? Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. De binnenkant van de piano, dames en heren. Dus als je gaat spelen, dan gaan deze dingen heen en weer. Ik zal deze eventjes eerst uithalen, anders gaat hij vallen. Dit is een hydrosiel. Een hydrosiel, wat doet dat? Die houdt het vocht, kan die, als ik het goed heb, opzuigen of opnemen. Oké, zal ik die van je overnemen? Ja. Kijk. Ik
heb de klep al naar beneden gedaan. Het er zo ook uit. Oké. Okay. Dit heet het bovenraam. Ik vind het echt bizar dat je dit allemaal kan, man. Zal ik hem pakken? Ja. Yes, heb je? Ik heb hem. Ja. Ik vraag me ook wel af, hoe heb je dit geleerd? Dat je dit zo uit elkaar zet. Ook gewoon kwestie van voelen en doen. Ja gewoon weten van dit en dat moet. Dus ook bij elke piano is het weer net ietsje anders. Oké. Okay. Kijk hoor. En soms dan klemt hij een beetje. Volgens mij is deze nog nooit af geweest ook. Nee. Nee, deze is er nog nooit af geweest. Ja, ik heb hem zo gekocht, neergezet en verder nooit iets mee gedaan. Misschien hij kan het ook. Het zit wel soort van los, maar... Ja, er zit wel wat beweging. Maar zo kan hij ook. Ik kan hem er ook... Gewoon inderdaad. Of moet ik proberen hem eraf te halen alsnog? Nee hoor. Nee? Zo is het toch goed. Oké. Nu klinkt hij heel anders hoor, maar... Even wachten met die laatste. Ja, want ik heb deze van jou geleerd hè, Robert. Alleen dan twee naar links, hè? Oh, twee naar links? Oh. Ja, maar hij klinkt echt heel anders, inderdaad. Zo, maar kijk hoe vet dit eruit ziet, dit hier zo. Dit zo. Maar dit zijn dus... Het gaat dus van de toets. Helemaal... Ja, de beweging wordt omgezet naar een verticale beweging, hè? Bro, dit is echt bizar. Dat kan ik dus gewoon aanraken, dit, blijkbaar. Ik weet niet of dat heel goed is voor dat ding, maar... Kijk dan. Dat maakt gewoon het geluid. Het zijn gewoon allemaal veertjes eigenlijk. Het zijn wel snaren. Die snaren, hoe dikker die wordt, hoe lager de toon wordt, zeg maar. Want dan is de beweging ook langzamer. En je hoort ook dat hij nu vals is. Want als je hem in de ruimte zat, hoor je dat hij gaat zoeken zo. Oh, hij een moet... Soort van, hij is aan het slingeren. Je hoort eens even kijken of ik het... Dus hoor je dat zo goed? Je hoort zeg maar een soort van golfje hoor je. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat je... Ja. Ik ga nu een lint ertussen doen. Het heet een stemlint. Maar je hebt gewoon de rode band. Ja, die krijg je niet zomaar, de rode band. Nee, je moet je best voor doen. En dan, dit is ook weer een knijpkuiltje, heet dit. Ja, en die knijp je er dan op? Ja, je drukt hem er zeg maar tussen. Oh, je drukt hem ertussen. Oké, dus dit rode lint wordt ertussen gedrukt met een soort van stokje. Oh, ik ben zo benieuwd. Dit is wel heel leuk om te zien, Robert. Een soort van breien eigenlijk. Breien bedoel je? Of? Ja. Hoe bedoel nou, je dat? Nou, hoe jij hem ertussen manoeuvreert. Het lijkt net alsof je ook zeg maar gewoon een lekkere wintermuts kan maken. Nou, breien kan ik niet. Kan je al blokfluit spelen? Braaien wel, ja. Dat is wel een scherm, ja. Braaien kan hij wel. Nee. Braaien. Oh, braaien. Ja, van dat voelen. Voor blinden, inderdaad. Ja. Braaien bedoel ik. Braaien. Hij kon net in de lift precies bepalen waar we heen moesten. Want hij kon het vanaf de lift kon niet zo voelen. Ja, ik heb braaien in de lift, inderdaad. En dan heb ik nog iets interessants. Dit is nou een stemvork. Een stemvork? Daar had je het vorige week over. Ah, mag ik die eens vasthouden? En die geeft dan... En wat kan ik hiermee? Als je hem aanslaat, dan geeft hij een toon. Hoe als ik het tegenaan sla? Ja. Maar hoe tegenaan sla? Hou maar aan het stokje vast. Oh zo? Dat is gewoon zeg maar als iemand bij jou dan langskomt die heeft een idee, dan doe je zo. Oh shit. Ting. Zo'n idee zo. Pling. Pling. En die ga jij gebruiken. Oh, je hebt nu een schakelpook lijkt het wel. Dat is een hele soort... Dat is wel een leuke benaming. Een schakelpook? Ja. Had je er nog geen naam voor? Dit is nou een stemhamer. Oh, stemhamer. Daar hadden we het vorige week over. Ja. En toen, die zet je er dan op. Oké. Okay. Dit zijn de stempennen en dan kun je die zo... Oh, kun je die afstellen door rechts en links heen te tikken. En is dat een carbon, Robert, of niet? Dit is carbon. Moet je eens voelen hoe licht die is en zo. Is deze carbon? Hou maar eens vast. Oh, die is heel licht inderdaad, ja. Zo, dit is wel echt een mooi ding. En het zwaartepunt ligt ook precies in het midden. Oké. Okay. Dus dat houdt in dat je precies kan voelen wat hij doet. Dus je hebt hier... Dit is zeg maar gewoon een hele goede stemhamer, zeg maar. Oké. En wat je nu doet is dat je gaat spelen en dan kan je met je gehoor bepalen of die een klein tikje naar rechts moet of een klein tikje naar links om hem weer in een goede toon te krijgen. Dus ik ga nu eerst met die stemvork, ga ik hem eerst deze. Die heeft dan ongeveer dezelfde toon als de stemvork. Oké, ik heb hier de stemvork. Ik zal hem op de piano doen, dan kunnen de mensen ook horen. Even kijken of het... Hier op deze crap wil ik. Let op.
hoop dat het een beetje te horen is. Ja, volgens mij wel. Kun je dat nog eens doen? Oh. Oh, sorry. Dat is dus de zweving. Oh. Dus je hoort echt... Just... Dat is dat oei oei oei. Oh, ja. Een beetje een hard hoofd in, Ja, ik ben het gewend. Ik doe het altijd zo. En als ik hem dan iets omhoog stem, check ik het nog een keer. Kijk, nu, als ik het nu doe, nu staat hij goed op toon. Dus als ik het nu nog een keer laat horen. Wow, zo stem je een piano? Zo, dit is wat je altijd aan het begin doet. Ik zou de volgende keer wel een helm op doen. Nee. Ik ben niet van suiker. Ik ben niet van suiker. Kijk, echt een strijder hoor. Wow, ik wil het ook een keer tegen mijn hoofd. Wil je een keer tegen mijn hoofd slaan? Wil je dat zelf doen? Ja? Even kijken. En dan moet je hem bij je oor houden en dan hoor je zeg maar goed hoe die klinkt. Oké. Okay. Wow, dat doe je ziek goed dan. Leuk. Sla jij eens tegen je hoofd en doe eens bij je oor? Ik zal die toon doen, ja. Wow, yo, ja, gek. Dat is ziek, hè? Zo vreemd. Mag ik ook eens? Maar het blijft ook echt lang doorgaan. Doet ja. Wel zeer, of niet? Nee hoor. Oh, wow, dat hoor je toch goed. Ja, als je het niet te hard doet, valt het inderdaad wel mee, maar het ziet er wel lomp uit. Ja. Niet te hard doen, anders is het niet te hard, hè? Nee, harder. Maar waar? Zoals zijn vrouw klinkt wel lekker, man. Ja, klinkt wel fijn, hè? Wil je ook nog even? Dit is ook een beetje het effect van een klankschaal. Wow, maar als je een verschillende grote stemvork hebt, heb je dan ook verschillende tonen? Ja. Dus je kan eigenlijk in principe Vader Jacob doen dan. En wat nou als ik tegen boer Harm zeg dat hij met zijn hooivork tegen zijn kop aanslaat? Disco! En dan komen we er dan. Dat is eigenlijk gewoon de muziek. Die was geniaal. Wow, hoe ken je die ook gewoon? Ja. Vind je boer Harms leuk? Nou, ooit een keer gehoord. En dan, ik heb hem voor het eerst gehoord bij Naji Kom Hali. En toen onthield je hem. En toen dacht ik, hé, die vind ik grappig. En wat geniaal. Ik nu doe, dat heet een temperatuur. Dus dat je, om het heel simpel uit te leggen, al de tonen die ik nu met de lint heb afgedempt, want je hoort nu maar één snaar, die ga ik nu op elkaar afstemmen door middel van toonsafstanden. Dat is eigenlijk. Wat ik nu aan het doen ben. Er staat niet eens zo heel veel te laag, gelukkig. Oké. Dus hij is wel mooi te krijgen. Nice. Dat is helemaal goed. Dus je vindt wel een fijne piano? Ja. Nou, het heeft me ook wel wat gekost, kan ik je vertellen. Dus piano's zijn duur, man. Niet normaal duur. Je hebt een vleugel, hè, in je huis. Ja. Dat is nog weer een stap verder, eigenlijk. Ja, ik heb een vleugel, maar dat is ook omdat ik het mooi vond, zeg maar, hoe het in de ruimte stond. Dus je had, zeg maar, snap ik. Zo'n heel hoog plafond. Dan vond ik het leuk als er ook iets, zeg maar, best wel groot stond. Dan was het ook zo'n piano, moest ik hem tegen de muur aanzetten. Ja, snap ik. Dan kan hij, zeg maar, losstaan. Ja. Met mijn kerstboom. Ja, hij heeft hem nog steeds staan. Ik heb iemand nodig die even mijn kerstboom moet springen, want dan kan ik hem namelijk weg. Let's go. Volgende keer bij Nick thuis. Okay. dat is hoe mijn hoofd klinkt, trouwens. Dat scheelt. Ik ben heel veel geplaagd op school. Daardoor heb ik heb ook bijvoorbeeld gewoon voor mezelf geoefend. Ik had altijd als motto, ik wil ook met achtergrondgeluid kunnen stemmen. Dus ik heb voor mezelf gewoon de tv aangezet. Ja. En toen ging ik gewoon... Toen ging je gewoon bezig? Ik ging gewoon de piano stemmen. En dat lukte ook. Wauw. Meteen de tv gaat aan. Ja, maar dat is wel super knap. Dat je dan zo scherp je focus kan houden. Dat ook al hoor je geluiden op de achtergrond. Ook al ben ik nu aan het praten. Dat je gewoon door blijft gaan en kan door blijven stemmen. Ja. Zoals ook met stofzuigers of zo. Ja, ze gewoon heel erg veel doen. Maar het is wel goed, want ze roepen altijd iedereen op, toch? Alle jongeren om te stemmen en zo. Maar Robert is in ieder geval altijd lekker bezig. We hebben in ieder geval altijd één die altijd stemt. Ja, toch? Ja, vond hem wel leuk. Ik denk hem even zo.
Ik probeer wel grapjes te vinden die gewoon die Rook ook leuk vindt. Ik snap hem wel. Ja, de stemming is goed hier. En wat ook wel interessant is, hoor je dit? Hoor je nu een zweving? Ik hoor John Legend in dit. Nou, dat is zo. Oh ja, yo, dat is die John Legend, ja. Nou, die speel ik zo wel, maar dit is zeg maar hoe die moet klinken. En nu klinkt die vlak. En als ik nu iets naar beneden ga, dan zweeft die. Dus zo precies is het, zeg maar. Jeetje. Het is gewoon een klein mini tikje wat zoveel verschil kan maken. Ja. Ook al moet ik wel zeggen dat ik denk ook met de microfoon die vast in deze camera zit waarmee ik vlog, dat het wel lastig is voor mensen om een beetje het verschil te merken. Ja. Maar ja, het is wel echt bijzonder om allemaal zo te zien. En hoe lang ben je ongeveer, ja dat kan je natuurlijk niet zeggen, gemiddeld met een piano bezig, want het hangt er vanaf wat voor staat die is. Ja, dat hangt, als die gewoon vrij goed is, dan kan ik het als ik het echt heel snel doe, kan ik het in 3 kwartier. Een 3 kwartier? Maar als ik hem precies wil hebben, dan gewoon... Oké. Okay. En heb je wel eens dat je naar een piano toe ging en dat je er mee bezig ging en dat je gewoon dacht van oké, dit is niet meer te redden? Ik heb dat wel eens gehad, ja. En toen dacht je van, kan je beter een andere kopen? Ja, ik heb dat ook in alle eerlijkheid toen gezegd van jongens, sorry, maar dit gaat er niet worden, zeg maar. Nee. En je moet ook, dat is ook wel leuk, want hier zo gaat hij omhoog en naar beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Ja. Daardoor kan ik heel snel bepalen van tik, 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 oh, die moet ik hebben. Ah, op die manier bepaal je dat. Op die manier houd ik dat voor mezelf bij. Oh, echt wel mooi om zo bezig te zien, hè? Echt mooi om te zien. Ja, dat is echt gaaf. Zit ik hier met een vorkje? Dus op je tanden. Dus op je tanden, zegt hij. Kling! Ik ga het denken, dan is je tanden zo. Violisten die doen dat wel. Een tanden? Ja. Met zo'n vork. Dan kunnen ze tegelijkertijd de viool stemmen. Robert, staat hier een lekker taartje voor je? Ja, die gaan we flikken opeten zo natuurlijk. Ja, lekker kwarktaartje. Dat wist ik wel. Nou, mooi zo. Dan weet je in ieder geval dat hij hier voor je klaar staat, ja? Ja. Gaan we ook even lekker eten. Oi, oi, oi. Lekker hoor. Flesje water gaat ook goed, hè? Zien jullie dat, hé, maatjes? Hé, je bent op de helft, hè? Maatje, je begint een beetje bij te benen. Kijk dan. We zijn allemaal gelijk ongeveer. Ja, joh. Zet jou erbij. Ja. Let's go team. Ja, yeah, ja. Yeah. Gaat nou. Hey, Marion is ver. Hey. Super, proost. Hey, maatje. Water. Kan je eens, die Nokia ringtone doen? Die vind ik zo satisfying. Kan je meer van dat soort... What? Wow, hou op hoor. Wow. Het is echt niet normaal dat je gewoon zo'n ringtoon nog zo mooi erin kan fietsen. Vind je het leuker, Robert, als ik vraag aan Thijs en Myron en Damien en dan aan Nick om een nummertje te spelen en kijken of dat lukt? Ja, een nummertje op te zeggen en dan kijken of het lukt? Ja, is goed. Oké, Thijs, heb jij een nummertje in je hoofd waarvan je denkt van, hé, dat vind ik echt heel erg vet?
Ik moet nog even denken. Ik laat denk ik eerst iemand anders voor, want ik ben echt slecht naar nummertjes bedenken. Oké, Marvin. Ja, mijn favoriete artiest is Billie Eilish, dus ik ben benieuwd of ze die is van Billie Eilish. Ja, ik moet hem wel heel even horen hoor, want ik weet hem niet meer. Ik had hem geleerd, maar ik weet hem dus niet meer. Dat is ja, als je op Spotify kijkt, het ene populairste nummer. Het ene populairste nummer van Billie Eilish. Oh, ik weet wel iets. Oh, van Kanye West zou echt vet zijn. Welke dan? Stronger of zo. Is het Lovely met Khaled? Dat is wel met de piano, toch? Ja. Ja. Hier is het. Ja, ziek hoor. Zo. Hij gooit hem er gewoon in. Guus Meeuwis, er is een nacht. Dat is hem. Oké, welke had jij Thijs? Die bovenste. Stronger, Kanye West, Stronger. Oeh. Die is deze. Lastig, ik krijg je zoiets hè. Ja, het is er wel. Kenmerkend pianostukje in. Maar ik ben benieuwd of je hem kan. Ja, heel eerlijk gezegd, we gaan gelijk naar huis als je hem kan. Dat doen we eigenlijk even. Ja, nog langer niet. Nog langer niet, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Ah, hij pakt je meteen terug ook gewoon. Ik heb gelijk gepakt. Meteen op zijn plek gezet. River Flows in You van Yiruma spelen. Dit is niet normaal hoor. Die echt absurd. Thank you.
Ja, echt niet normaal. Was je geïnspireerd erover door dat liedje die ik had gegeven, Richard Kleineman? Ja, die speelde ik echt. Ja, dat weet ik. Het was Ballade pour Adeline. Ik dacht, die vind jij leuk. Ja, die vind ik prachtig. Maar je kan hem ook goed. En kan je ook liever te dik in de kist? Hoe? Dan een feestje gemist. Ja, ja. In de kist. Dan weer een feestje gemist. La 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 la. Nog eentje, een allerlaatste. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoorde hem al heel zacht. Ja, je hoorde hem al. Deze is speciaal voor Myron omdat ze die zo leuk vindt. Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Zo vet, hè. Ongelooflijk. Wat een blessing. Echt perfect. Nou, nu vind ik echt dat je gewoon verplicht je kwarktaartje moet eten. Ja, die ga ik ook nu opeten. Ja, want die heb ik hier voor je. Even kijken of de piano zo weer heeft. Oh ja, zullen we die kwarktaart niet in de piano doen? Ja. Kijk. Even kijken. Anders dan blijf je gewoon hier zo op deze stoel zitten. Kijk. En dan heb ik hier het kwarktaartje voor je. En er ligt al een vorkje op. Gaan we lekker van genieten. Ja, toch? Dat heb je sowieso verdiend, maat. Ongelooflijk. Echt. Wauw, echt te bizar. Oh, ik ben eigenlijk eentje vergeten. Die ting, 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 ting. Oh, dat next episode. Ja, maar die blijft gewoon echt. Zo vet. Ongelooflijk. Dit kan je ook leren spelen, hoor. Ja, ik hou het bij welkom bij de vlog van Enzo Knol. Daar hou ik het bij. Hoe kan het zeg maar dat een piano vals gaat? Nou, meestal door luchtvochtigheid. Zeg maar, in een bepaalde ruimte is natuurlijk een luchtvochtigheid, zeg maar. Ja. En als het weer verandert, dan heb je natuurlijk... Het is van hout. Het gaat werken, dus het gaat binnen of naar buiten. Oké, dus gewoon om de omstandigheden en wat voor weer het is of hoe vaak het warm of koud is in huis, kan de stemming veranderen van de piano? Ja. Ah. En want je hebt aan de achterkant een zangbodem, zoals dat heet. Het is een hele grote houten plaat. Ja. Die zorgt ervoor dat die piano geluid geeft. Dat komt niet door de kast. Die kast is alleen maar voor ter bescherming. Het echte geluid komt uit, ja, eigenlijk van de zangbodem, dus van de achterkant. Oké. En je hebt hier nu een soort schaartje eigenlijk, als het ware, maar dan voor een snaar. Ja, die zit tussen twee snaren in. Ja. Daardoor dempt hij de snaren af, want als ik nu het volgende toon... Oh, dat is veel harder nu. En als ik dit laat horen, niet schrikken. Dat klinkt niet mooi. Dit klinkt wel mooi. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dus, en als ik hem nu ertussen zet, hoor je maar één toon, of één snaar. Als je nu dit verschil laat horen, weet ik van, oh oké, okay, hij moet wat omhoog. Dus als ik dat doe... Wow, is echt bizar hoor dit. En dan check ik hem even met... Dan weet ik zeg maar of hij te hoog zit of te laag. Het is moeilijk te horen voor... Ja, ik zit ook echt gewoon vol, gewoon ongelooflijk te kijken. Wat gebeurt hier al? Ik vind het echt super knap. Echt super knap. Dankjewel. Dus, ik vind het leuk om te doen. Dus, Ja, nou super. Ik ben er heel erg blij mee. Dus moet ik toch wel wat meer de piano gaan gebruiken. Ja. Ja, je verheug je op de liedjes van straks. Ja. Zo, Robert. Ja. Legend. Dankjewel, man. Echt. Super vet dat het kon. Mooi zo. En leuk om elkaar weer te zien. Ja, zeker weten. Het was een aangename verrassing. Ja, leuk om Myron te zien. Leuk om Thijs te ontmoeten. Yeah. Zo, in de yeah. Benny. Maatje! Ja. En Nicky natuurlijk, die was er natuurlijk ook. Wie was er ook? Nicky. Ja, inderdaad.
Zeker, ja, ik mag hem geen Nicky meer noemen. Nee, ja, Enzo heeft het echt geleerd nu. Want ik ben nu, mag Enzo mij gewoon Nick noemen. Heel chill is dat. Blijkbaar, als je op een gegeven moment met hem omgaat, dan kom je bij zo'n moment, dan mag je geen Nicky meer zeggen, dan zeg je Nick. Anders heeft hij de hele tijd het gevoel dat hij in een interview zit. Maar ik vind het dan gewoon, het voelt voor mij dan leuker of persoonlijker als mensen zeg maar Nick zeggen. Nou, het is super grappig, want elke keer als ik dan per ongeluk Nicky zeg, dan zegt hij, wat is er, Enzo Knol? Dus ik van, oh man, oké, als we dat gaan krijgen, dan zeg ik wel gewoon Nick. Ja, ik heb het nu niet meer gehoord, dus wat dat betreft. Ja, ik leer het al. Ik leer het al. Ik zeg nu ook gewoon Miron altijd. Nee, gewoon niet. Nee, het is nog steeds Myron. Oké, okay, vriend, kom, wij gaan weer in een treintje naar buiten. Doei, dankjewel. Dat voor het stellen. Is goed? Ja, yes. Tot de volgende keer weer. Hij bukt altijd naar beneden of zo. Hij liep bijna tegen me aan. Blijft ook gewoon flauw, hè, dat laten schrikken. Ik denk dat als je een schrikcompilatie maakt van gewoon van alles, van mijn hele vlog. Wauw, dat is echt niet normaal. Dat is echt bizar. Vooral Noël, die schrikt zo ongelooflijk hard. Ongekend. Het blijft gewoon grappig. Ja, en ik word ook gewoon vaak genoeg teruggepakt. Ik moet even nieuwe partypoppers kopen, want die heb ik niet meer. Dit gebeurt zo vaak, dames en heren, hier. Oh my god, dit vervangen ze nooit. Doe ik het wel weer. Het ruikt hier zo ongelooflijk lekker. Het is niet normaal, wat ben je aan het maken? Sticky kip. Oh, echt nice. Ja, lekker hè? Ja, super lekker. Wil je even de pan roeren? In de pannen roeren, jawel. Kijk mam, ik ben aan het koken. Oh, dit is ongelooflijk lekker. Serieus. Ja, de mangootjes uit de koelkast pakken? Ja, is goed. Wat is er? Zagen. Oh. Mango! Mango! We hebben hier dus komkommer, we hebben broccoli, we hebben mango, we hebben sticky kip en we hebben noedeltjes. Zo lekker. Mm. Ik sloeg mezelf gewoon in mijn nek elke keer. Oh mijn god. Oké, okay, lekker hoor. Waarmee moet ik die mango combineren? Met alles? Met alles? Mag alles combineren? Hoe is het met de Duitse? Hopelijk komt die baard snel. Nee, je moet ze nooit echt houden. Ik vind het echt. Hoe vind je het? Dit. Super. Okay. Die mango is echt goeie weer. Dat doet me denken aan die kersen die dan ineens bij die kip zitten. Waar je dan niet verwacht van dat is met. Ah, oh, fuck hem man, ik kan niet met hem. Ik zie hem zo glimlachen achter deze camera. Ik zit gewoon zo de hele tijd achter die camera te kijken. Maar ik snap wat je bedoelt thuis. Mm. Wauw, ik kan er weer niet serieus zijn. Sorry. Ik ga lekker eten. Dankjewel lieverd. Echt super lekker. Jawel, sowieso. Eet wat jij maakt, is echt bomba. Dat is zo'n woordje wat Damien en Thijs nog gebruiken. Wow, dit is echt bomba. Heb ik weer een nieuw woordje geleerd? Serieus, echt bomba. Ja, dit is gewoon bomba. Het is dit. Echt bomba. Oké, dames en heren, even een lekkere sessie gehad op de computer. En ik heb echt een gruwelijke, maar dan ook echt een gruwelijke nieuwe achtergrond gekregen van Thijs. Kijk eens even hoe vet dit uitziet. Deze zijn wat donkerder, rechts en links, omdat die heb ik op nachtmodus gezet. En deze middelste staat gewoon echt super fel, omdat ik daar dan het meeste op doe. Maar daarom heb ik ook mijn bril op, die UV-licht een beetje tegenhoudt. Ik heb hier mijn jerrycan, zo kan ik het wel noemen. En dit is de laatste slok die ik ga nemen. En dan heb ik vandaag 1,9 liter gedronken. Zullen we het nu vertellen thuis? Ja, vertel het maar. Oké, we moeten nog even iets vertellen eigenlijk. Hoppakee, ik heb hem op. Nou, top. Dan heb je 3 liter op. Ja. Dan heb ik 3 liter op. Wij hebben misschien de beker een paar keer bijgevuld. Serieus? Meen jullie dat? Is dat echt zo, ja? Dat meen je niet. Wow, heb je dan nu 3 liter op? Nee, ik denk 2,2. Wow. Wow, nou boeien, ik heb hem wel op. En je hebt ook nog bij het eten een glas drinken gehad. Dus ja, en ik heb nog een blikje energy gehad. En ik heb nog een glas limonade gehad. Dus 2,5 liter ongeveer.
Ik heb echt wel 2,5 liter gehad vandaag, holy shit. Ja, maar ik ben ook echt 10 keer naar de wc gegaan ofzo, dus dat is niet normaal. Ja goed, in ieder geval dames en heren, dat was voor vandaag. Het is echt een raar avondje. Ik bedoel, het is net zoals bij de tandarts. Als je naar de tandarts toe gaat en je krijgt zeg maar, je hebt net iets gedaan of zo met verdoving. Je mag bijvoorbeeld 3 uur niet eten. Dan wil je super graag die 3 uur daarna gewoon meteen eten. Het is eigenlijk hetzelfde als vanavond, vanaf 9 uur mocht je niet meer naar buiten. En eigenlijk wil je dan gewoon in één keer een soort van naar buiten. Heel gek is dat, maar goed, we zijn gewoon natuurlijk sowieso binnen gebleven. Dus we hebben hier gewoon een beetje gechilled op de computer gezeten, niet veel bijzonders. Dus vandaar dat ik de vlog maar even afsluit. Ik zie jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!